Zo, welkom bij deze afvalreisronde, Barry's Internet Club. Ik zeg, kijk gewoon eens gezellig mee en dan gaan we eens gewoon kijken wat voor dingen er langskomen. Dertien punten. Vier keer schoppen. Nou, op een sans bieden we drie sans. We hebben natuurlijk 13 punten. Partner geeft 12 tot 14 aan zonder vierkaart schoppen. Qua bieding beginnen we met een makkelijk spel. Eens kijken of dat er qua spelen iets moois in zit. Ja, we gaan eens even slagen tellen. Ik heb 3 harde slagen. 1 klare slag is 4 en 2 ruitslagen is 6. Dat is te weinig. Ik zie een hoop slagenpotentieel en klaver. Kijk, en ik wil natuurlijk liever niet dat hij schoppen zou switchen. Dus ik ga hem nog niet alles vertellen. Er zijn nou 2 mogelijkheden die ik kan spelen. Ik kan of een kleine hart naar de vrouw spelen. Een kleine ruiter naar de koning. Een klaverboer voor. Nou, op het moment dat dat fout zit en oost aan slag komen, zou het natuurlijk heel makkelijk zijn om schoppen na te spelen. Dus daarom pak ik hart de aas. Want er is toch genoeg communicatie. Dan speel ik klaverboer. Dus mocht hij dan, hij zit niet fout, maar mocht hij fout hebben gezeten, is dat minder gevaarlijk. Ja, en nu is het voornamelijk gewoon de slagen oprapen. Gooi je harten weg. Oh, ik mag nog iets weggooien. Ja. We gaan nu vrij gewoon oprapen. Maar het grappige is, ik weet niet precies hoe het werkt met die afvalreis, maar er stond wel dat we minimaal 50% moeten halen, dus... Eens kijken of dat gaat lukken. Schoppen aas en schoppen koning. Nou, we beginnen boven die 50%. Dus eens kijken of dat lukt. Ja, het is maar 8 spelletjes, dus je weet niet hoe het loopt. Hier pas ik. Partner biedt 2 schoppen. Eens kijken wat dat betekent. Zwakke 2. Ja, dat is wel leuk. Dit is meteen eigenlijk wel een heel leuk voorbeeld dat het langskomt. Want normaal gesproken is het natuurlijk standaard zwakke 2. In eerste, tweede of derde positie. Maar in de vierde positie is het anders. Want eigenlijk, op het moment dat je zou passen, zou er rondgepast worden. En de reden waarom je dit zou moeten doen, is stel je voor dat hij 1 schoppen zou openen, kan het wel eens zijn dat we te hoog komen. Dus dit is eigenlijk een zwakke 2 in de laatste hand. En een zwakke 2 in de laatste hand is eigenlijk een hele goede zwakke 2. Zoals dit. Want je wil niet passen. Ja, je wil ook niet het risico lopen dat het gaat 1 schoppen en dat je maar 3 schoppen gaat bieden. Even kijken. We gaan natuurlijk wel verliezen stellen. Ik ging meteen aan de slag. Ik tel, nou ja, 1 of 2 verliezen zijn schoppen. 3 verliezen zijn harten. 1 in klaver en geen in ruiten. Ja, we kunnen wel wat op klaver kwijt, maar ja, ze nemen die hartes meteen al mee. Dus dat is vervelend. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Harte aas. Kijk, er speelt een ruiter na. Nou, die werkt klein. Ik speel gewoon klaver koning. Nou, stel je voor dat ze vergeten om harten te switchen. Doen ze niet. Had hij weggekund. Nou. 8, klaver 9. Nee, dan gaan we nog een keer schoppen snijden. Dubbele schoppensnit was dit. De rest is voor mij. Ik ga claimen. Score van 93. Oké. 13 punten. Hier open ik een ruiter mee. Ja. Mooi. 3 schoppers mee. Maar ja, het zijn er geen 4. Dus ik bied toch 2 ruiten. 2 chansen toe.
Nou, je mee biedt drie schoppen. Laat ik eigenlijk partner kiezen van, joh, wil je in schoppen spelen of wil je in zand spelen? Maar hij past. Wat ik niet verwacht. Ik had verwacht dat Noord nu of drie zands of vier schoppen zou bieden. In dit geval dus vier schoppen met die vijfkaart schoppen. Want ik weet niet dat hij een vijfkaart schoppen heeft. Ik ben het niet helemaal eens met de bieding zoals die gaat. Even kijken hoor, hoe gaan we dit spelen? Ik heb natuurlijk nu twee harte verliezers, drie klare verliezers. Er zou een hoop op een ruiten weg kunnen, maar dan moeten we die eerst vrij maken. We hebben niet zoveel entrees. Nou, zo eerst eens eruit de boer spelen, kijken of dat hij zo vriendelijk is om te dekken. Ja, dan vertelt hij ons wat, hè. Ik ga wel uit de koning spelen om te kijken of ze rond zitten. Die zitten rond. Nou, als ze rond zitten, ga ik hopen dat de schoppers 3-2 verdeeld zitten. Dan zijn die hoog. Kan ik op een ruiten alles weggooien. Toen maak ik eigenlijk hartstikke veel slagen. Maar ja, kijk, ik had ook absoluut geen vier schoppen kunnen bieden. Want ja, dan je weet niet of dat partner een vijf schoppen heeft. Dus ja, we zaten wat laag. Dit is een sansopening met de 17. Op steenman bieden we twee schoppen. Nou, die manchmis gaan we niet meer doen. Dus ik bied drie sansen toe. Nou, we weten dat partner een vierkaart hart heeft. En 8 of 9 punten. Slagen tellen. Ik tel 3 schoppers. 2 klavers. Dus 5. Ik moet wat slagen ontwikkelen. Klaven zie ik een snit. Een ruiten zie ik een snit. En in harten. Ook een soort snit. Want als hart A hier goed zit, kan ik 2 hartenslagen maken. Moet ik wel opletten dat schop aan twee blijft. Even kijken hoor. Step by step. Maar zo'n spelen is slagen tellen. En slagen blijven tellen. Dus we hebben er nu 3, 4. We hebben nu 6. Die zit goed, dan zijn er al 7. Eens kijken of die goed zit. Dat zijn er al 8. Die komen ze de volgende slag brengen. Dan gaan we eens even kijken of dat we deze nog moeten snijden. Even kijken, we hebben dus 2 slagen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, de 10e slag kan ook komen. Kijk, als we hoeven natuurlijk die ruiten niet te snijden als ofwel de klaver ofwel de schoppen rond zit. Dus daar ga ik toch voor. Ik denk dat ik daar net een betere kans mee heb. Even kijken hoe we dat gaan doen. Ik zal eerst eens klaver aanspelen. Hier gaat een schoppetje weg. Klaver zit er niet rond. Hier. De koning. Schoppen zitten wel rond. Ja, ik had het op kunnen snijden. 97%. Qua score gaan we prima. Nu 18 punten volgens mij. Nee, 18. Dus dan kopen we een schoppen. Ja,
twee schoppen met 18 en 19 bied je meteen vier schoppen. Aan de speler. Hij heeft maar 5 punten. Normaal gesproken is dat 6 tot 9, maar 3 met een schoppen extra en een singleton harten. Alle reden om dat te bieden. Ja, we hebben verliezers in. Ik zie toch al wat. Geen harten. Toch een klaver, een ruiten en mogelijk 2 schoppers. Eens kijken of dat we nou 2 klavers slagen eigenlijk. En dat wil natuurlijk wel gaan voorkomen. Ik ga eens dus een ruitje naar tafel spreken. Kijk, nu zitten we in ieder geval op tafel. Nu kunnen we in ieder geval een snit nemen. Schoppen, nou, de boer is natuurlijk makkelijk spelen. De vrouw. Even kijken hoor. Ja, de boer leg je niet zomaar in. Dus je weet eigenlijk zeker dat hier de schoppenkoning mee zal vallen. Klaver naar de vrouw. Die is voor het aas, maar nu is de rest voor ons. Ik kan hem claimen. Voor de rest van de slagen. Spel 6. 17 punten, dus 1 stand ertoe. Vaak even een lastige spel om te spelen, 1 stand. Dat je bijna punten samen hebt, maar dit ziet er wel goed uit. Even kijken, als we slagen gaan tellen heb ik 2 schoppen en 4 ruiten slagen. Dus communicatie goed is. 6, dan zou je natuurlijk wat kunnen ontwikkelen. Nou, het ontwikkelen, dat kan natuurlijk het mooiste in klaver. Even kijken, moeten we die schoppenboer al leggen? Nee, in principe niet, hè. Dat kunnen we ook straks doen. Even kijken, de schopje aas pak ik. En nu speel ik klavervrouw. Naar de boer. En ik speel nog een keer klaver. Die geeft het ineens op in schoppen. Zijn partner niet. Schoppen naar het, naar de koning. Dat is wel jammer, dan gaat hij entree. Even nadenken, want ik kan wel ruiten nu eerst spelen, maar dan zit ik op tafel geplakt. Dus ik ga met klaver beginnen. Klaver, boer. Kijk, daar gaat aan allebei de kanten een ruitje en nog meer ruiten. Nou, dit ziet er wel heel goed uit. Nu gaan we de rest maken voor, ik denk wel een mooie score. Ja, 1 stans toe, plus 3 zelfs. 1 laatste potje, 4 punten, ik pas. Dit wordt tegenspelen. 1 sans, 3 sans. Nou, dit is altijd wel leuk, omdat je hier gaat realiseren van hoeveel punten heeft mijn partner. Nou, ik ga altijd eerst starten. Ik start een hoge kleur. We gaan eens even kijken hoeveel punten partner heeft. 11 punten, links, rechts, 15 tot 17. Dat zijn gemiddeld 16. Dat zijn er 27. We hebben zelf 4, 31 puntje of 9. Dat kan een beetje naar boven, een beetje naar beneden afwijken. We hebben alleen harten al gezien. Eens kijken hoe die slag ging. Harten voor de boer. Oké. Okay. Ja. Yeah. Voornamelijk kaarten weggooien moeten doen. Ruiten. Ja, dat was een slechte start, die harten. Pijnlijk. Ik had beter schop moeten spelen. Is op zich ook wel sowieso een betere start. Want in dit soort situaties probeer je eigenlijk de 5 kaart van je maat te vinden.
Dus als ik er sowieso wat beter over nadenk. Je staat niet klassiek de langste kleur, maar je staat eigenlijk de kleur waarbij je de grootste kans dat je maat 5 heeft. Ik had beter schop op boer kunnen starten. Wat maken ze dan? Ze hebben 6 klare slagen. Nou, het is 7, 8, 9, 10. Ja, dan maakt hij 11 slagen. Ja, en 11 slagen is wel een goede score. Ik had er niet goed over nagedacht. Klaverschoppen. Die hebben Bartelruiten veel te weinig punten. Even kijken hoor. Tegenpartij zit in 4 schoppen. Er staat niet op ongeboden kleur. Dus ruiten of harten. Ruiten onder de koning is niet zo interessant. Harten. Hoogst van de serie. 10, 9, 8. Dat is wel lekker. Die gaan we starten. Ik pak het biedverloop nog een keer erbij. Oké, we slagen ging harten 10. Een klein voor harten vrouw. Oké. Dat is de bieding. Ja, maakt niet veel slagen. Hij heeft alles. Klaver aanspraak was nou mee. Ja, dat zat gunstig. Ruiter koning zat goed. Harte koning zat goed. Ik denk dat we al kunnen claimen. Zij de rest van de slag halen. Ja, dat is ook een gemiddelde score van 50%. We zijn klaar. En volgens mij zijn we dan door naar de volgende ronde. We hebben meer dan 5% gehad. Tot de volgende keer.